De belofte van FC Groningen speelde maandagavond in Rotterdam met 3-3 gelijk tegen Jong Sparta. Het duel werd overschaduwd door een zware hersenschudding voor keeper Egil Etemadi na een val. Je ziet het gebeuren, hij is in de lucht. Uh, zoals wat dat betreft wat het weekend van de keepers. Ik zat uh, zondag voor de tv, toen dus zag ik het met Titon gebeuren. Nou, dan, uh, dan schrik je al. Uh, als die eigen keeper gebeurt, dan, uh, dan, ja, dan wordt het echt heftig. Zeker ook omdat hij op het moment dat hij op de grond ligt, gelijk uh, buiten bewustzijn was. Dat duurde ook lang, redelijk lang, zeven minuten. Dus dan, uh, ja, dan, denk je wel van, uh, als het allemaal maar goed gaat komen. Dan ligt hij daar zeven minuten. Hij moet behandeld worden. Hoe lang heeft het allemaal al geduurd voordat hij van het veld kon? Nou, hij moest hij ook redelijk lang wachten op de Ambulance. Dus allemaal al denk ik wel een kleine drie kwartier, schat ik in. Dus uh, de Ambulance duurde ongeveer twintig minuten. Daarna werd hij gestabiliseerd en uh, ja, hebben ze hem helemaal ingepakt, zeg maar. Dan is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is er wel weer mee teruggegaan in de bus. Nou, dat, was, dat is ook wel een mooi verhaal. We waren eigenlijk al uh, Henk Vechter, mijn teammanager, was, uh, was in het ziekenhuis. En, uh, toen was de bedoeling dat hij zou overnachten. En, uh, dus we hebben Henk weer opgepikt. En, uh, we waren tien minuten weg en toen belde het ziekenhuis dat hij, uh, dat hij toch mee naar huis mocht. Dan hebben we de bus gedraaid en uh, hebben we hem meegenomen. Ja. En nou rusten. Ja, het is nu rusten en uh, ja, ik, ik heb eigenlijk geen idee, want uh, vanochtend is er even vluchtelingcontact in contact geweest en uh, geen idee hoe lang dat gaat duren. Maar ik kan me voorstellen dat je de eerste paar dagen zeker uh, heel rustig aan moet doen. En, uh, Vandaar dat we kijken hoe het verder gaat.